Dit is Verkiezingslink, een serie interviews bij Link met lokale kandidaten voor de verkiezingen van provinciale staten en het Waterschap de Hollandse Delta. Mijn naam is Dick Boschieter. Mijn eerste gast is Cor Sommeling op plek 4 van de BBB-lijst Boer-burgerbeweging voor het Waterschap de Hollandse Delta. Cor, welkom in de studio. En leuk dat je er bent en dat je mijn gast wilt zijn. Uh, vertel eerst iets uh, over jezelf. want je, hebt, uh, je staat op de lijst van BBB, uh, maar misschien ook goed om even wat van jouw achtergrond te vertellen. En uh, jouw volgens mij ook al eerdere politieke ervaring. Ja, en dat... huidige politieke ervaring misschien zelfs nog. Dat klopt, Dick. Uh, dank dat ik hier mag zijn en uh, ik vind het een eer uh, dat ik ben uitgenodigd hiervoor. Uh, ik ben Kort Sommeling, in 59, uh, Lentes Jong. Ik ben getrouwd, ik uh, heb uh, drie zoons en ik woon in uh, Rokanje. Ik ben uh, sinds 2014 actief in de gemeentepolitiek in Westvoorne. Ik uh, heb daar voor gemeentebelang heb ik, uh, in de raad gezeten en daarna voor inwonersbelang Westvoorne. En uh, het laatste half jaar heb ik uh, gezeten voor Vrijvoorne. Uh, Vrijvoorne is een uh, nieuw gevestigde partij en uh, is ook uh, bondgenoot van de Boerburgerbeweging. En uh, vanuit die optiek uh, ben ik uh, eigenlijk uh, enthousiast geworden voor het waterschap. Bij de afgelopen verkiezingen hebben wij hier vrij voorna één zetel gehaald in de nieuwe Raad van Voorna aan Zee. En daardoor heb ik wat meer tijd gekregen om uh, dit soort werk erbij te gaan doen. Kijk, en dat betekent dat je inderdaad heel bewust kandidaat hebt gesteld voor de boer-burgerbeweging. Als je nou kijkt naar het verkiezingsprogramma, ik heb het natuurlijk zelf ook even bestudeerd. Uh, wat maakt jullie nou als boer-burgerbeweging, want je, bent de, je doet de eerste keer eigenlijk mee aan de verkiezing van de waterschap. Wat uh, maakt nou jullie uh, zo uniek? Ten opzichte van de andere partijen? Nou, eigenlijk uniek, uh, uniek wil ik niet zeggen. Wij zijn gewoon, uh, wij denken gewoon bij de boer-burgerbeweging. Uh, met ons uh, gewoon gezonde verstand. En wij staan gewoon uh, midden in de samenleving. En wij zijn benaderbaar en door iedereen. En wij hebben geen uh, spatjes of zo. Wij doen gewoon eerlijk en transparant. Uh, staan we in het. Uh, zijn we benaderbaar staan in het land? We, we proberen op de, deze 15 maart proberen we voor de, zowel de provincie als de waterschappen een aantal zetels te gaan behalen. En proberen in Nederland een, een stukje verandering te gaan brengen. En dat in eerste instantie vanuit de Eerste Kamer dadelijk. En wat is voor jullie nou, zeg maar, of voor jou misschien persoonlijk, hè, het belangrijkste agendapunt voor de komende periode? Stel dat je dus in dat waterschap gekozen wordt, waar ga jij dan echt sterk voor maken? Nou, waar ik mij echt sterk voor wil gaan maken, en dat, uh, ik heb mij er uiteraard in verdiept in de waterschappen, en uh, specifiek bij de Hollandse Delta uh, merken wij dat er uh, in, het, uh, in de bestuurslagen toch wel wat uh, onvrede is en alles, en dat er de afgelopen periode toch uh, niet op de juiste manier is, uh, is uh, geacteerd en uh, omgegaan uh, met uh, ons belastinggeld. En uh, ik wil mij er sterk voor maken dat dadelijk... Als we met BBB in, dat, uh, in die verenigde vergadering terecht gaan komen, dat we daar een goed en een eerlijk bestuur neerzetten. En dat we op een, een goede en een uh, goede verdeling van de Belastingcenten, die eigenlijk jij en ik uh, moeten opbrengen voor de waterschappen. Uh, daarmee omgaan. Omgaan, ja. Ik um, heb in dat programma gelezen dat uh, de BBB vindt dat voor alle Zuid-Hollandse eilanden een gelijk veiligheidsniveau moet gelden. Kun je dat even uitleggen? Uh, gaat dat, neem ik aan om de dijken, maar. Uh, Zie ik dat goed? Ja, dat, dat klopt. De, 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 niet alleen de dijken, maar ook de wegen. Want, uh, want veelal van de waterschapswegen liggen op de dijken natuurlijk. Mm -hmm. En uh, we, wij willen gewoon uh, kijken dat of zorgen dat er uh, geen uh, situaties meer ontstaan zoals het in uh, Limburg is ontstaan. En nog verder terug in 1953 natuurlijk. Dus uh, we moeten daar uh, goed onderuit aan uh, gaan plegen en zorgen dat dat uh, optimaal voor mij, uh, gaat komen. Ja, want je hebt het idee dat dat, uh, je, je zegt het niet voor niks natuurlijk, een gelijk veiligheidsniveau, dat dat niet gelijk is geregeld nu. Uh, 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 vaken, is uh, vaak is het zo, en dat, uh, dat, uh, dat weten we ook alle, allebei, denk ik, Dick, dat het, uh, is uh, dat het, het ligt een klein beetje ver van ons bed. Ja, uh, uh, yeah, de dijken uh, liggen er, maar yeah. uh, dat is hetzelfde met rioleringen, die worden onder de grond gestopt op een gegeven moment. En uh, daar moet eens een keer onderuit aan worden gepleegd. Maar dat is ook wel heel makkelijk om dat eventjes weer een stukje verder te schuiven. Uh, omdat het toch uh, op dit moment niet zo heel belangrijk uh, is. En als we dan moeten gaan dweilen met de kraan lopen, dan zijn we te laat. Begrijp het. Um, Even over, dat, uh, over de wegen. Uh, um, uh, ook jullie zijn voor het, de overdracht van de wegen van het waterschap naar de provincie en de gemeente. Wat natuurlijk misschien nog wel uh, zo is, is dat je daar uh, de gemeente en provincie niet helemaal een plezier mee doet. Misschien wel hoor, dat, <laughs> dat zou kunnen. Maar het onderhoud is natuurlijk uh, voor die uh, twee bestuursorganen wel een extra postenkost. Ja. Um, dus je, 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 uh, uh, je, je moet je dan afvragen van in welke staat moet je, en moet je daar goede afspraken over maken? Mm -hmm. uh, in, de, uh, in de afgelopen periode dan is daar, zijn daar wat, uh, wat voorzetten voor geweest. En daar is dat wat uh, naar buiten toe gekomen. En uh, volgens mij, uh, als ik het goed begrijp, staat dat nu nog steeds op een laag pitje. Mm. En uh, voor BBB is het straks wel belangrijk dat we zeggen: van we gaan dat eens even uit die koelkast trekken. En ja. we gaan eens even kijken hoe we de komende periode daar een, een voortgang in kunnen aanbrengen en dan in overleg uiteraard met de andere overheden om te zorgen dat dat op een fatsoenlijke manier geregeld uh, ja, net wordt, net de transitie ja, net gaat de worden. De ja, ja. Precies. Uh, een ander punt wat ik zag was dat uh, de BBB wil stoppen met het project grondgebruik en dan gaat het om aanpakken van gebruikers van eigendommen van het waterschap. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn er mensen die nu een stuk grond van het waterschap in eigendom hebben terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hebben? Moet ik het zo zien? Ja, zo moet je dat een beetje zien. Uh, je kunt het een beetje terugzetten als uh, een gemeente die met, uh, met, uh, met inwonenden met uh, snippergroen. Snippergroen, ja, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Daar uh, heeft de waterschap ook mee te maken. En uh, dat moeten we in kaart brengen. En dan moeten we kijken van uh, hoe we dat op een nette manier met elkaar kunnen oplossen. En kunnen ook uh, hoe we uh, zeg maar uh, die stukken dan wel nuttig kunnen gebruiken als waterschap zijnde. Ja, en eigenlijk uh, zeggen jullie dus van uh, ga met die bewoners nou niet. Uh, He, ga die niet achtervolgen om het maar zo te noemen of, of, maar ga met ze in overleg juist, uh, om, juist. om te zorgen dat je daar uitkomt ja. wie wat uh, um, ja dan um, um, is natuurlijk wel belangrijk dat uh, de BBB uh, uh, ja voor de eerste keer meedoet en heb je heb je heb je enig idee uh, als je kijkt naar natuurlijk de andere actualiteitenprogramma's hoor je dat de BBB, BBB eigenlijk bij de provincie het heel erg goed gaat doen in een aantal uh, hoe zie je dat voor het waterschap heb je heb je een soort prognose van het aantal zetels wat uh, wat jullie zouden willen hebben of een nou, kijk, of een wens we, je geeft het al aan, in de provincie doen we dat als BBB erg goed. En uh, de waterschappen gaan er ook, uh, allerlei positieve geluiden gaan er rond en alles. Maar 15 maart uh, mag de kiezer naar de stembus, en daar wordt uh, gekozen, en dan kunnen wij, uh, horen wij hoeveel uh, zetels dat wij gaan halen. Ja. En uh, prognoses en peilingen, uh, ik heb dat in, in mijn verleden vaak meegemaakt. Dat, uh, kun je, dat zijn ook tegeltjes, wijsheden. en uh, Klopt, ja. 16 maart weten we het. En ja. dan uh, zien we of Nederland uh, serieus gekozen heeft en een bewuste keuze heeft gemaakt. Dan vraag ik me nog even, voordat ik jou een minuut de tijd geef om jou uh, zeg maar, uh, 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 ja, aan te geven aan de mensen, vooral op jou moeten, moeten stemmen. Heb je nog iets waarvan je zegt, uh, dat is nog een onderwerp waar ik nog even aandacht voor zou willen vragen? Ja, dat wil ik zeker, Dick. Uh, fijn dat ik daar de gelegenheid voor krijg. Het, uh, waar ik uh, me eigenlijk ook best wel zorgen over maak, is het, uh, het uh, veilige zwemwater hier in de ja. omgeving. Uh, vooral hier op Voor de Putten. Uh, we, het zonnetje hoeft maar een, een paar dagen achter elkaar te schijnen. Of we hebben weer te maken met blauwe allag. En dan uh, kan we er alweer niet meer gezwommen of uh, gerecreëerd worden. En uh, daar uh, denk ik dat we daar uh, best wel eens even serieuze aandacht aan moeten gaan besteden. straks in de waterschappen. Om te kijken hoe kunnen we daar nou eens uh, uh, maatregelen voor nemen dat dat, uh, dat dat vermindert in ieder geval. Ja. En dat is ook waar ik mij uh, best wel voor in wil zetten als ik straks in de waterschappen zit. Ja, mooi punt. Dan uh, aan jou die uh, minuut om uh, jezelf even op de kaart te zetten en zeggen: van uh, stem op mij op uh, 15 maart. Ja, nou, uh, beste luisteraars en kijkers, u mag, uh, 15 maart mag u naar de Stembus. En uh, dit is het moment: 15 maart, dat u voor de provincie en voor de waterschappen kan kiezen. En de BBB is van plan om, een, om in alle waterschappen en in alle provincies hun zetels te gaan behalen en een, een verandering in Nederland teweeg wil gaan brengen. En dat kunnen we doen door allemaal bewust te gaan stemmen op 15 maart. Ik ben verkiesbaar voor de waterschappen Hollandse Delta op lijst 11, plek 4. Als u op mij stemt, dan ga ik er zeker voor inzetten dat we uh, proberen om goed zwemwater te krijgen. Proberen dat we veilige wegen en veilige dijken krijgen hier op Voornepputten, uh, uh, onder andere. En uh, mijn collega's in de rest van uh, Zuid-Holland. Dus uh, maak een goede keuze, Denk erover na. En kijk onze website www.bbb.nl voor ons complete verkiezingsprogramma. En ik kan er nog één slogan naar toevoegen, ja? als dat mag, Dick. Dat mag. Wat schopt de Hollandse Delta? We komen eraan. Wend er alvast aan. Kijk, een uh, mooie afsluiting van uh, dit interview. Bedankt, uh, Cor, dat je mijn gast uh, wilde zijn. En ik wens je heel veel succes uh, op 15 maart bij de verkiezingen voor het uh, Waterschap de Hollandse Delta. En hoop dat die plek 4 ook een, uh, een plek oplevert in het Waterschapsbestuur. Dank je wel. Dank je wel, Dick.